Samen met het duo Tangerine ga ik lunchen. Ben ik blij dat ik een... Vandaag zitten, jongens. Zo, mooi plekje, hoor. Ja, we zijn naar hier gezeten. Kijk, dan ben je toch ook geland. Ga zitten, schatje. Ach, dankjewel, lieverd. Ja, schuif je van aan. Kijk. Kijk eens. Een mooi streekgebonden biertje uit Veenhuizen. En Veenhuizen is hier ergens... Veenhuizen is ongeveer zo'n 10, 15 kilometer vanaf Assen. Ja, dat is nog te lopen. Buitenwijk van Assen. Precies. Proost. Proost. Op dit heerlijke biertje. Van. Daar gaan jullie. Chef Jaap Braaksma staat erom bekend dat hij diverse smaakstijlen met elkaar combineert. Wauw, dat ziet er wel echt heel bijzonder uit. Ja, alsjeblieft. Voor staat aardbeercrème. Daarbovenop ligt een stukje gebakken kabeljauw. Tapenade van wijngaardslakken en bieslook. En een jus van gekarameliseerde en gerookte knoflook. Hebben jullie ooit slakken gegeten? Nee. Wat voor slakken? Wijngaardslakken. Hebben wij een tapenade van gemaakt. Ik ben heel erg benieuwd. Ben je heel benieuwd? Laat u smaken. De eerste keer. Dankjewel. Dankjewel. There we go. Eet smaak ik, jongens. Eet smaak. Echt lekker. Zo. Zo. Lekker, ja. Maar komen jullie hier vaak? Nou, geregeld, als we er tijd voor hebben. We zijn best wel veel van huis, weet je wel. Dus als we dan weer terug in Assen zijn, dan vind ik het altijd wel even zo'n momentje om even goed uit eten te gaan of zo. Ja. Hoe ziet het aanbod eruit? Steeds meer mooie en goede restaurants. Ik hou er ook heel erg van om dingen te eten die je niet kent. Hmm. Nou, ik heb echt nog nooit slak gegeten. Nee, maar ik ook niet. Ik ook niet. Het is wel lekker. Het is best een beetje pittig. Heb je ooit vergeten groenten gegeten? Ja. Nee, maar ik vergeet ook wel eens dan dingen. Dus, ik was het ook even kwijt, maar ik moet zeggen...